Ik was moeder van al twee kinderen en ik heb heel erg getwijfeld, zeg maar, of ik nog een derde kindje mocht krijgen, of dat verstandig was, want ik heb suikerziekte en ik had zwangerschapsvergiftiging gehad. En ik was niet zeker van of God wil dat ik nog één kind mocht krijgen. Dus zij hebben echt heel hard voor gebeden. Ze zijn ook naar de gynaecoloog gegaan om advies, maar die zijn medisch ziek dat wel zitten. En toen ging ik hopen om zwanger te worden. En ik werd ook niet zo snel zwanger dan ik gewend was. Dus toen ging ik toch bidden van: Heer, is het echt de bedoeling dat ik nog een kindje mag krijgen? En wilt u me duidelijk maken door middel van een tekst wat ik moet doen? Want ik weet het eigenlijk niet. En dan heb ik vrede met alles wat u geeft of niet geeft. Dan is het goed nu of ik krijg nog een kindje. En ik kreeg eigenlijk een tekst binnen 5 minuten van de Bijbel-app binnen en ik las het. En toen stond daar: en zij baarden Esau en Jacob. En ik dacht: echt, wat is dit? Ik krijg toch geen tweeling? En, maar toch hield ik dat in mijn achterhoofd. Nou, zal God dat gaan doen of niet? Eigenlijk was ik al een beetje vergeten, want een paar maanden later was ik zwanger. En toen gingen we kijken en toen was het bij de gynaecoloog zaten we en ik zat al van tevoren: nou, dat zal wel niet. Dus ik wuifde het eigenlijk alweer weg. En tot de gynaecoloog zegt: nou, ik zie er niet één, maar ik zie er twee. En toen dacht ik: ja, God is groot, zeg maar, want ja, dat had hij eigenlijk gezegd. En ik moet ook leren luisteren en dank u wel. Maar ook de angst van: oh nee, help, hoe moet ik dit gaan doen met mijn gezin van 4 kinderen en een tweeling? En dat was echt even slikken ook. Maar uiteindelijk zijn we zo dankbaar en God heeft alles eigenlijk geleid. En ondanks dat ze te vroeg geboren zijn, zijn het nu hele gezonde kinderen. En daar ben ik God heel dankbaar voor.